What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Inderdaad, goedemorgen, een hele goede dag, een hele fijne middag, een goede avond, dames en heren. Leuk dat je kijkt naar RTL Late Night met Twan Huis. Het is nog steeds Kelsember, wat betekent dat ik elke dag van de maand upload, mocht je dat nog. Ik herhaal die zin de hele tijd, maar dat doe ik voor mensen die het voor het eerst zien, oké? Okay? Iemand die mij voor het eerst ziet. Hallo, mijn naam is Kelvin. Hallo, motherfucker. Ik ben nog steeds elke dag aan het uploaden en dat doe ik omdat jullie steeds maar het aantal likes blijven halen wat ik jullie opdraag. En vandaag is dat aantal 9000. Wat zit hier voor rare hoek ook? Wat is het? Het is gewoon het zonlicht. 9000 likes, dat is het aantal wat ik moet halen binnen nu 24 uur. Mochten jullie een nieuwe video willen, dus doe sowieso even een duimpje omhoog geven. Ja, leuk. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Daarnaast ga ik jullie ook vertellen wat vandaag de bedoeling is. Namelijk, ik ga weer een nieuwe aflevering maken van een week leven als, waarin ik elke dag van de week iemand Instagram foto's en video's ga nadoen. En vandaag is een bijzondere, want ik heb nog nooit twee mensen in één keer nagedaan. Normaal gesproken doe ik één persoon na, of deze, of die, of die. Maar vandaag doe ik er twee in één keer. En dan denk je, joh, Kelvin, waarom zou je dat doen? Nou ja, dat komt omdat deze twee gasten een duo zijn. Dames en heren, ik presenteer me trots. Supergaande. Yeah. Inderdaad, ik ga deze hele week Nessim en QC proberen na te doen. Zo goed mogelijk, zo identiek mogelijk. Dus wens me succes. Abonneer alvast even op mijn kanaaltje, want we hebben bijna 1 miljoen abonnees. Oh nee, wacht. Dat zal mijn tijd. Geleden. Dat zijn we al lang. We hebben bijna 2 miljoen al. Goed, laten we beginnen. Ik doe je veel kijkplezier. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zover. We gaan vandaag en morgen en overmorgen en de dagen daarna zo goed mogelijk supergaande proberen na te doen. Maar aangezien supergaande twee guys zijn, kies ik ervoor om de ene dag Nessim te doen en de andere dag QC. En misschien één keertje allebei samen, maar dat gaan we nog wel eventjes checken. Ik ben in de buurt van Nessims huis. En als het goed is Mirjam thuis om mij te helpen. Omdat ik deze foto ga namaken. Ik heb twee voetbalshirtjes. Ik weet niet eens van welke club dit is. Hey, dag mevrouw. Hi. Hoe maakt u het? Ja, goed. Mogen we binnenkomen? Ja, kom maar binnen. Oké, top. Maar ja, weet je wat me opvalt? Ja. Ik kom gewoon eens een keer niet in een tyfushol als ik bij een YouTuber thuis kom. Ja, vind je het hier goed uitzien? Ja, nee, maar dit ziet er super strak uit. Normaal gesproken stinkt het bij YouTubers thuis en ligt overal rotsen overal staan. Zoals bij jou? Nou, hey. Ja, ik weet dus niet van welke club dit is. Galatasaray. Oh, Galatasaray. Galatasaray. Ja. Galatasaray. Galatasaray. Volgens mij spreek ik het zelf niet eens goed uit, hoor. Deze waren van Marktplaats. Maar als je ze zo op de camera gooit, dan... Ja. Oh, nee. Deze, dat was, die was kapot. Deze doet het wel. Hey. Het shirt stinkt, heb ik net gehoord. Ja. Ja. Ik heb niet echt fris. Oké. Okay. Sean. Ja. Ben je er klaar voor? It's time. We gaan de foto namaken. Moet ik nog iets weten? Hoe word ik even een goede Nessim? Waar moet ik aan denken? Heel stoer kijken. Heel stoer kijken. Ja. En waar moet ik aan denken? Hoezo? Aan de Belastingdienst. Oké. Okay. Ja. Dit is wel echt de meest tatte houding die je maar kan doen. Ja. Naar de persoon wijzen met wie je op de foto staat. Dat is mijn man. Yes. Sorry, ik vind het wel echt fucking grappig. Ja, dat is wel echt fijn. Hij is gewoon... Ja, ik weet gewoon dat dit gaat nu al scoren. Dankjewel, Nessim. Dankjewel voor de likes op Insta. Oké, okay, Mirjam, dankjewel. Je bent legendarisch. Ik wil, je mag het shirtje houden. Oh, dankjewel. Ja? Dankjewel voor de stinkende shirt. Ja, joh, alsjeblieft. Wat een gentleman. Zo ben ik. Oké, tot morgen. Doei. Ik zie eruit als een pooier, maar dat maakt niet uit. Leuk dat jullie er weer zijn. Wat fantastisch dat jullie weer in mijn huisje zijn. Justin is er ook. Nou, joh. Hey. Joejoe. Hey. Waarom geef je mij deze ruimte? Of... Ja, ik weet het niet. Normaal praat je hier altijd doorheen. Ja, dat is wel waar. Het is dinsdag en dat betekent dat we een nieuwe foto gaan namaken. Is het Nessim? Is het QC? Oh, wat spannend, wat spannend, wat spannend, wat spannend, wat spannend, wat spannend. Het is QC. Deze foto. Hij is niet heel moeilijk, maar we moeten hem wel even goed doen. En het mooiste aan deze foto vind ik dat hij echt zo'n... Hij heeft die iconische kop. Hij heeft gewoon dat QC-hoofd. En deze. Ik weet niet, wat is dit? Waarom doet hij dit de hele tijd? Wat is... Leg even uit wat dit is, Q. Hello, ladies and ladies. Ik heb een mooi pakje aan. Ik heb een lekker strikkie. Ik heb een hoedje die veel te klein is voor mijn enorme hoofd. Justin heeft even een lampje opgezet. Nou, wat fijn dat je dat even hebt gedaan, jongen. Ja, dat is hartstikke gedaan. Wat fantastisch. En hier is een witte muur, dus we gaan eventjes de foto rocken, man. We gaan het gewoon doen. Hey, fuck up, man, bro. Nee, hey, man, bro. Ja, man, bro. Kelvin, dit meen je toch niet?
kan zeggen wat je wil, maar het dit is, ik zweer het, dit is gewoon nog nooit zo snel gegaan. Nee. Zo snel. Als we zwart-wit maken en we zetten even dezelfde letters eroverheen, dan ziet het er zo uit. En ja, dan denk ik dat het een geslaagde missie was. Ik voel me een beetje pingwin zo. Ik kan nu ook gewoon letterlijk gewoon door naar een gala, dus dat ga ik even doen. Ik zie jullie morgen weer met een nieuwe foto. Love you. Ik weet nog steeds niet wat dit is. Ik ben in de buurt van QC's huis. Ik wil namelijk deze foto namaken met zijn prachtige dochter. Die heb ik eigenlijk nog nooit ontmoet. Dus dat wordt een beetje ongemakkelijk. Maar ik ga gewoon vragen of ze met mij op de foto wil. Dat, en dan even met het pakkie wat Q aan heeft. En dan zo, jat je nou gewoon een smint? Zonder, het is een smint. Zonder te vragen. Bro, jij zou altijd voor mij een smint mogen zonder te vragen. Ik doe het. Zo! Huts! Nou, pap, ja. Maak al bij je, man. Ja, man, ik... Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Ik heb net al een foto met de vrouw van Nessim. Nu speel je de vader van mijn kind. Ik weet niet hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Ja, jullie zeggen ja op alles. Ja. Hey, we gaan straks even naar buiten, ja? We gaan straks naar buiten een foto maken. Het is alleen best wel hondenweer. Dus op de foto heb jij een jurkje aan, maar dat gaan we niet doen. Ja, man, dat kan je echt niet doen. Ja, we gaan even een jas aan doen, ja? Ga ik even wat kleren aandoen en dan gaan we buiten salto's maken. Waar gaan we staan? Q, je moet even zeggen hoe stonden jullie? Waar stonden jullie? Nou, weet ik wel. Ik stond hier ergens. Hier zo ergens. Alsof ik helemaal een stippel had neer uitgezet. Ja, we moeten hier staan, jongens. We moeten hier staan. Oké, dan gaan we. Sean. Here we go. Wat ligt in jouw handen? Q, hopelijk ben je niet boos. Nee, joh. Oké. Okay. Ja, lachen! We hebben hem. Lekker. Kom. Ik wil hem even zien. Oh, pas op. Het is niet makkelijk, man, vader zijn. Het valt me echt tegen. Waar gaan we naartoe? Het is wel een goede foto. Nou, dit is met de jurk. Ja, dit is met de jas. Vind je hem ook goed? Ja. Ik denk dat een ja is. Wat een aanloop. Oh nee. Pardon. Ja hoor, welkom. Het is weer een nieuwe dag, het is een feest. Ik ben in mijn berging, omdat ik deze foto ga namaken. Nou, dat wordt echt zo fucking achterlijk. Dat weet ik nu al gewoon. Maar wat je eigenlijk nodig hebt voor deze foto is een soort badkuip. Nou, die heb ik. En ik moet naakt. Dat is ook een beetje kut. En ik moet in een badkamer met witte tegels. Die heb ik niet. Oh, wat jammer, wat kut, wat gaar. Ja, sorry man. En je hebt een soort veger nodig. En dat heb ik hier. Alleen de veger op de foto is wit. En deze is blauw. Dus ik ga deze even wit spuiten. Dit wordt fucking epic. Ik heb geen idee of dit ook blijft zitten erop. Oh ja, nice. Zo, dat is wel netjes. Zo, dit is ook een beetje details, jongens. Details, belangrijk. Ik weet dat deze foto gaat nooit één op één op de originele lijken. Want en het is zeg maar zo'n klein jongetje in een klein badje. Ik heb gewoon tering grote bak. En ik pas daar niet eens in die bak. En de badkamer is niet hetzelfde. Maar het gaat even om het idee. Het is gewoon, het principe is mooi dat ik gewoon een Nessim na gaat doen. Toen die fucking... Hoe oud zou die daar zijn? 2? Ja, 3. Toen Nessim 3 was. Lang van kort, ik ga zo in mijn onderbroek hierin. Als jullie hoopten dat ik naakt ging. Nee. Ah. Nou, dit is bijna 1 op 1. Behalve alles. Nee, ja, ik moest mijn haar even nat maken. Dus dat is nu gelukt. Oh, ja. Daar gaan we, jongens. We waren nog één klein detail vergeten, namelijk het schuim. Zo! Jongens! Ja hoor! We zijn er klaar voor. Kijk, als ik goed ga zitten, alles, de hele vloer, god, kut. Het is gewoon echt allemaal nat hier. Ik voel me zo in mijn gol. Oké, je moet gewoon met een pruillipje kijken naar de camera. Perspectief gaat sowieso niet kloppen, dus verder... Hebben we iets? Ja, ik denk dat we wel hebben. Oké, okay, ja, laat het even zien. We hebben hier hebben we jouw foto. Wat de fuck is dit nou weer? Oké, dit is denk ik de achterlijkste en de grappigste foto die we ooit hebben nagemaakt. Dit is gewoon, het klopt echt helemaal niet. Maar het is wel super grappig. Oké, jongens. Ja, niet onabonneren graag. Want morgen gaan we dit beter doen. We doen ons best, weet je wel, maar ja. We doen gewoon ons best. Dit was even lachen. Morgen gaan we met keihard een foto gewoon precies één op één identiek namaken. Zie jullie dan. Let's go. Hey.
Het is vrijdag, dames en heren. Ik zit in een winkelwagen. Ik weet niet precies waarom, maar die stond hier voor deze prachtige kerstboom. We zijn namelijk op een plek waar ik nog nooit ben geweest. Maar schijnbaar is hier een lift die verdacht veel lijkt op deze lift. Dat is een fotootje waarin Nessim, zoals altijd, super stoer staat. Een beetje tof loopt te doen, een beetje gaaf. Zeg ik nou echt het woord gaaf? Het is heel... Het is echt heel kut. Dus ik heb de outfit die Nessim aan heeft, die heb ik hier. Ik heb het horloge al om. Dit is precies de outfit die ik nodig heb. Die heb ik even van Mirjam gekregen, want ja, ik heb gewoon mijn connecties. Als het goed is, is dit de lift die ongeveer 1-op-1 lijkt op de Nessim lift. Kom gezellig mee. Ja, dit is hem wel. Dit is wel, het is gewoon echt, ja, het is gewoon een lekker skeer liftje. Ja, dat is precies wat we nodig hadden. Dus wat dat betreft, puik gedaan. Ik moet alleen even kijken waar ik me ga omkleden. Ik denk gewoon op het alarmbelletje druk. En dan zit ik hier vast met jou terwijl je gaat omkleden. Juist. Nice. Niks aan de hand. Love it. Oh ja, mocht je trouwens afvragen, hey, wie bestuurt die camera? Het is Sean. Daar is hij weer. Ja hoor. Wat fijn dat je er weer bent. Yeah. Goed, we zijn er. We gaan gewoon even naar een verdieping of zo, weet ik veel. Ik voel me echt helemaal niet mezelf. Ik moet wel zeggen, zulke broekies die zitten wel echt fucking lekker. Zullen we gewoon maken? We gaan hem maken. Hij is niet moeilijk. Ik moet gewoon stoel gaan staan en that's it. Klaar voor? Ja. Oké, maak er even. Zeg als we maken. Ik maak hem. Zo. Wat was dat? Oh, hij piept. We hebben hem gesloopt. Ik weet niet. What the fuck was dat? Ik dacht dat iemand dat ding stond te rammen. Dat dacht ik ook. Zo klonk het wel echt bam bam bam. Hey. Dat is heel raar. Ik heb een beetje het idee alsof we de lift hebben gesloopt. Want hij maakt rare geluiden, hij begint te piepen. Ik weet niet of het verstandig is. En dit is nu al kut. Ik denk dat als die foto erop staat dat hij zo snel mogelijk weg moeten. Want anders worden we hier echt getrapt. Oké, kom. Komt ie hè? Ja. 3, 2. Oké. Okay. Handen in de zak. Oh, daar gaat hij. Huts. Ja. Oké, ik heb hem. Ja, zeker? Ja, kom snel, kom. Ja? Oké. Kom even zien. Gaat hij piepen? Dit is zo'n fucking rare lift, jongen. Als je ze naast elkaar zet. We gaan lekker deze week, man. Die foto's zijn allemaal. We hebben gewoon bijna precies dezelfde lift. Precies de outfit, alleen mijn hoofd is anders. Ik ben trots. Ik ben trots en ik haat deze lift. Tot morgen. What's good? What's good, Kelfam? We zijn aan de kant van de snelweg. Het is zaterdag. Het is al richting de avond aan het gaan. Je ziet op de achtergrond dat het een beetje donker begint te worden. En er komt iemand naar me toe lopen. Ja, let's go, man. Top. Alsjeblieft. Goed, wat ik wilde vertellen. Ik ben bij een tankstation. Jeetje, wat een geluid overal hier, man. Ik ben bij een tankstation. Ik wil namelijk deze foto namaken. Waarin QC toch even stoer laat zien dat hij kan tanken. QC, ik ben trots op je dat je dat kan. Ik moet alleen even een iets andere outfit aan. Dus dat ga ik even binnen doen. Ik ga hem even omkleden. Sean! Hey! Hey! Hè? Ben je er ook bij? Ik ga toch geen high five geven, G. We gaan het doen. Sean, hier is hij. Doe je best. Oké, okay, komt ie. Ik kan niet zo heel veel fout doen volgens mij. Pak die achterste groene. Deze. Ja. Oké, okay, ik ga. Fuck it, ik ga hem maken. Kijk, het enige wat je ziet is dus dat deze dingen zitten bij de originele foto iets hoger. Maar als je daar doorheen kijkt, is dit de originele foto en dit is mijn foto. En dan denk ik dat we het goed gedaan hebben. Deze was, in alle eerlijkheid, hij was niet moeilijk, maar hij is wel goed gelukt. QC. I love you. Peace. Pardon. Goedemorgen, what's good, Kelfam? We zijn onderweg naar een plekje. Ik weet niet precies waar we naartoe gaan, maar ik heb een plekje opgezocht met bomen. Omdat we deze foto gaan namaken. En nou hoor ik je denken, hoe de fuck ga je dat dan doen, bro? Nou, we gaan er even wat leuks in elkaar knippen. Ik heb de outfits. Ik ga gewoon 2 keer staan. Die foto gaan we in elkaar proppen. Hopelijk ziet het er een beetje mooi uit. Hey, ik zie daar een vreemde man met een statief. Oh. Meneer, ik heb toevallig een statief nodig voor deze foto. Zou u mij willen helpen? Wat wederom ontzettend toevallig. Ja. Dat ik hier toevallig loop met een statief. Zullen we dit gewoon even samen met z'n tweeën gaan doen op deze prachtige middag? Nee. Oké. Okay. We hebben een plekje gevonden. Kijk eens. Kijk, we hebben... Boompie. Boompie.
Dit is echt bizar. Echt niet normaal. Ik weet niet of je wel eens bij de actiesport bent geweest. Maar de tasjes die ze daar hebben, die zijn echt... Nou, dat slaat helemaal nergens op. Als je dit tasje zo... Holy shit. Normaal gesproken maken we de foto met de telefoon, maar nu moeten we hem even op statief hebben. Omdat, ja, dat is heel raar. Ineens gewoon een Calvin-video, maar dan heel statisch. Dan kan ik hier gaan staan en dan kan ik mezelf straks klonen. Maar goed, dat snappen jullie vast wel. Oké, okay. Justin, zeg even hoe ik moet staan. Ja, maar je moet sowieso lager zijn, want je zit, zeg maar, in de foto's, ding is lager, hè? Ja, zoiets. Oh, je mag iets recht, iets meer naar die kant gaan, ietsje. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we hem wel hebben. Oké, okay, dit was het Nesim stukje. Nu ga ik me even in een QC outfit en dan gaan we het volgende maken. Wow! Yo! What's up, motherfuckers? Je ziet het niet zo goed, maar dit ding is echt veel te groot. Dit is echt een, nou, dit is gewoon echt een badjas voor mij. Holy shit. Ja, het is gewoon, hij zit zomaar met zijn, oh ja, zo neer. Ja, precies. Ik denk dat dit hem wel is, ja. Oké, okay, top. Goed, normaal gesproken is dit het moment waarop ik hyped ben over hoe goed de foto gelukt is. Maar van deze weet ik het niet precies, want hij moet nog in elkaar gefotoshopt worden. Dus jullie kunnen er wel van genieten. Dit is de originele foto, dit is mijn foto. Ik hoop dat die goed is. Hij schiet eens op, man. Schiet eens op, mafkees, verdomme. Mijn ijs is al koud. Om kaal op, god en nou.